Vrijdagochtend is een medewerker van een metaalbedrijf aan de Randweg in Remuin gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Het slachtoffer zou onder een metalen balk terecht zijn gekomen en daarbij bekneld zijn geraakt. Bij de hulpverlening werden ook een traumahelikopter ingezet. Brandweer, ambulance en politiepersoneel hebben assistentie verleend. Over het exacte letsel van het slachtoffer is niets bekend. De Duitse traumahelikopter die ingezet werd bij de hulpverlening heeft het slachtoffer uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis.